is het je ook opgevallen dat er de laatste tijd veel video's voorbij kwamen hier op YouTube over de opkomst van AI en hoe dat fotografie totaal gaat veranderen? En dat best een groot deel van die video's best wel negatief zijn, met veel angst van fotografen om vervangen te worden door AI. Nou, laatst is ChatGPT-4 zelfs geïntroduceerd en nou, daar kan waarschijnlijk nog wel veel meer mee. En AI is er en dat gaat ook niet meer weg. En dat zal zeker dingen gaan veranderen, maar voor landschapsfotografen zoals jij en ik, nou gaat er denk ik uiteindelijk helemaal niks of in ieder geval heel erg weinig veranderen. Door de komst van ChatGPT, DALL-E en andere tekst naar beeldgeneratoren ontstaat bij sommige fotografen de angst dat fotografie in de toekomst niet meer zal bestaan. Dat wij fotografen geen werk meer zullen hebben en dat niemand meer zal fotograferen. Met het intypen van enkele goed gekozen woorden wordt voor bijna of helemaal gratis een beeld gegenereerd. Waarom zou een adverteerder nog een fotograaf of een grafische artiest betalen als het ook sneller en goedkoper kan via AI? En ik snap die angst ook wel. Er zullen professionele fotografen zijn die door deze technologie hun inkomsten zien verminderen. Maar voor de meeste van ons zal AI niets veranderen, denk ik. Misschien dat het zelfs wel leidt tot een nog verdere opkomst van analoge fotografie. Beelden creëren. Er zijn tegenwoordig dus verschillende manieren om online beelden te genereren. Je kent misschien wel ChatGPT, DALL-E of misschien heb je ook wel ooit van Gauguin gehoord. En er zijn ook nog andere tekst naar beeldgeneratoren en die werken super simpel en soms zijn ze ook nogal gratis. Ik zal hieronder even wat linkjes plaatsen voor als je het ook eens wil proberen, want het is ook wel weer grappig dat je zo makkelijk een plaatje kan maken. En ze zijn niet allemaal heel nieuw. Gauguin bijvoorbeeld bestaat alweer behoorlijk wat jaren, maar is nooit echt bekend geworden, van de grond gekomen. Nou, als ik zo'n tekst naar beeldgenerator vraag om een afbeelding van een zonnige middag aan een meer in de bergen, nou, dan krijg ik gewoon deze 4 afbeeldingen. Ik hoef niet meer naar buiten, ik hoef niet eens achter mijn computer vandaan te komen. Ik kan ze zo online zetten en verkopen als een stokfoto. In no time kun je zo heel veel verschillende foto's maken en genereren. En misschien zijn de foto's nu nog niet helemaal perfect, maar met de zelflerende capaciteit van AI mag je verwachten dat de uitkomsten de komende jaren alleen maar beter gaan worden. Maar leuk, ik kan dus van achter mijn computer foto's creëren. Dat klinkt een beetje als iets wat in de jaren 60 werd gezegd, hè, als de toekomst van de computer. Met gebruik van deze nieuwe computer kan men met een simpele tekstinvoer ongelofelijke beelden genereren. De ervaring van landschapsfotografie. Maar dat is natuurlijk niet hoe landschapsfotografie werkt. Landschapsfotografie is een beleving en een expressie van de natuur. En die ervaring kun je niet vervangen door een AI-programma. Misschien met VR erbij, misschien dat je dan een helemaal immersed kan zijn in een andere werkelijkheid. Nou, ik ben geen VR-expert, maar de ervaring van de wind door je haren, de zon of regen, ja, dat ga je toch nooit over kunnen brengen. Als landschapsfotograaf hou ik er juist van om buiten in de natuur te zijn, om de zon op te zien komen en onder te zien gaan, om het licht te zien veranderen over het landschap en om dat nou juist te fotograferen. Die tastbare ervaring is voor mij heel erg belangrijk. Het minst interessante deel vind ik eerlijk gezegd het deel van fotografie dat ik achter mijn computer doe. Dus het bewerken van mijn foto's en het delen van mijn foto's. Nou zijn er natuurlijk mensen die dat geweldig vinden, maar ik ga liever lekker naar buiten. Ik zit al de hele dag voor mijn werk achter de computer. Juist het naar buiten gaan en het landschap beleven, dat is wat landschapsfotografie zo mooi maakt. En juist die ervaring gaat AI nooit kunnen vervangen. Misschien dat zo'n gegenereerde foto een stokfoto kan zijn, maar het is geen fotografie. Het is, net als alle andere AI, een computergegenereerd iets, een ding. En dat kan misschien supergoed werken voor het programmeren van computersoftware of voor het samenvatten van iets dat al bestaat. Maar kan het ook iets heel nieuws creëren of jou een bepaalde ervaring geven? Is analoge fotografie de toekomst? Ik denk dat er door AI juist een grotere waardering komt voor authentieke, gemaakte afbeeldingen. En analoge fotografie zou juist die authentieke, gemaakte beelden wel eens kunnen gaan leveren. Je kunt vast wel negatieve faken en maken met de computer, maar dan moet je wel heel erg veel moeite gaan doen voor iets dat uiteindelijk makkelijker en sneller zou moeten zijn. Je kunt niet zoveel genereren aan analoge geprinte foto's en een origineel negatief is een bijzondere vorm om de wereld vast te leggen. Wie weet zorgt deze AI-revolutie wel weer voor een verdere boost in de populariteit van analoge fotografie. Mijn vader van 70 snapt er trouwens niets van dat analoge fotografie zo populair is. Het kan allemaal veel makkelijker met een digitale camera. Je hebt geen chemicaliën nodig, je kunt meer foto's maken, je hebt sneller resultaat. Maar het verschil tussen ons is dat hij is opgegroeid in een wereld waarin alles handmatig moest.
dat je foto's handmatig moest maken en bewerken was eigenlijk niks bijzonders ten opzichte van het handmatige tekenwerk dat je op kantoor deed. Gewoon meer van hetzelfde. Maar een groot deel van mijn generatie werkt constant achter de computer. Alles is digitaal, alles gebeurt online. Juist het handmatig van iets als analoge fotografie of houtbewerking, om maar iets te noemen, geeft ons het gevoel dat we iets echts, iets fysieks aan het maken zijn. En AI is gewoon voor ons meer van hetzelfde. Hetzelfde zitten achter de computer. Er zijn mensen die niets anders willen, maar er zijn gelukkig ook nog genoeg mensen die de wereld fysiek willen zien en beleven. En natuurlijk kan AI bijzondere afbeeldingen maken en kan het heel veel. Maar het kan nooit de fysieke beleving van landschapsfotografie vervangen. Zoals ik zei, om buiten in de zon te zijn, in de natuur te zijn, om de zon op te zien komen en onder te zien gaan. Om het licht te zien veranderen over het landschap en om dat nou juist te fotograferen. Maar goed, ik dwaal af. Wat ik wil zeggen is dat analoge fotografie iets tastbaars creëert. Dat is iets wat AI niet kan. Je kunt een AI-gegenereerde afbeelding natuurlijk printen. Maar het originele negatief, het bewijs dat het een origineel idee van iemand is geweest, dat kan AI nooit vervangen. De magie van fotografie. Fotografie is iets magisch. En dan heb ik het niet alleen over de beleving en het maken van een foto. Maar wie vindt het niet bijzonder om foto's van ruim 100 jaar geleden te zien? Of om een herinnering te hebben aan die toffe vakantie die je hebt gehad? AI gaat dat nooit vervangen. AI is heel goed in het maken van een afbeelding van iets dat niet bestaat. Maar juist niet in het vastleggen van een bepaalde locatie en hoe jij dat hebt beleefd. Of bijvoorbeeld hoe jouw stad of dorp er nu uitziet. Hoe de bergen er hier in Roemenië uitzien. Of hoe je dochter eruit zag toen ze een jaar oud werd. De conceptuele afbeeldingen die AI genereert zijn super bijzonder. Maar de werkelijkheid kan AI nooit exact genereren. Als we nu zouden stoppen met fotograferen en alleen nog maar AI-gegenereerde afbeeldingen zouden gebruiken, kunnen we over 100 jaar nooit terugkijken naar hoe de wereld er nu uitziet. Hebben we geen vakantieherinneringen en geen foto's van onszelf? Ja, dat zou natuurlijk dood en doodzonde zijn. De waarde van authenticiteit. Met AI kun je ook beelden genereren in de stijl van een bepaalde artiest. Zeg een berglandschap in de stijl van Ansel Adams. En wie heeft dat dan gecreëerd? Wie heeft de auteursrechten? Is dat een authentieke Ansel Adams? Natuurlijk niet. Natuurlijk is dat een gegenereerd beeld. Ook al lijkt het nog zo op een origineel. Het kan nooit een echte, authentieke Ansel Adams foto vervangen. Authenticiteit heeft waarde. Een goed voorbeeld van de waarde van authenticiteit zijn schilderijen. Er zijn zoveel mensen die een Vermeer na hebben gemaakt of een schilderij hebben gemaakt in de stijl van Vermeer. Maar een echte Vermeer is nog altijd miljoenen waard. En dat geldt natuurlijk ook voor fotografie. Nou, misschien niet met de miljoenen van Vermeer. Maar een foto in een bepaalde stijl of van een bekende fotograaf zal nog altijd waarde hebben. Dat wat iedereen al doet en iedereen kan, zal niet veel opleveren. Maar dat doet het nu ook niet. Mijn stokfotorepertoire is daar helaas een heel goed voorbeeld van. Daar verdien ik ook geen zak mee. Het gaat om de beleving. Maar de meeste van jullie zullen je geld niet verdienen met het maken en verkopen van foto's. De meeste van jullie doen aan fotografie om de beleving, om het buiten zijn, om zelf iets van de wereld te zien en dat vast te leggen. Nou, weet je, het is vervelend voor professionals die hun geld verdienen met stokfoto's. Maar AI zal jou en mijn beleving van landschapsfotografie nooit wegnemen. Een op een computer gegenereerde foto heeft geen enkele belevingswaarde en daarom ook geen enkele waarde voor een landschapsfotograaf. AI zal het werk van stokfotografen veranderen, dat durf ik wel te beweren. Geen Hide the Pain Herald meer, geen memes van grappige stokfoto's, maar AI-gegenereerde plaatjes die niets zeggen, maar prima werken bij een verhaal. Maar als fotograaf die zich richt op de beleving, ja, vind ik AI helemaal niet zo spannend. Ga erop uit. Met dit kanaal wil ik jullie inspireren om naar buiten te gaan en te gaan fotograferen, de natuur te beleven. Ik wil jullie meenemen naar prachtige plekken in workshops, fotoreizen en AI gaat dat nooit van ons af kunnen nemen. Dus experimenteer lekker met AI als je daar zin in hebt. Maar je kunt ook gewoon lekker naar buiten gaan en de wereld beleven. Zoals tijdens de vroege ochtendworkshop in de Loonse en Drunense Duinen of op het prachtige strand van Nieuw-Haamstede. Check ervoor even de website. Goed, ik wil afsluiten met een quote van Thomas Heaton die mij altijd heeft geïnspireerd om naar buiten te gaan, ook al twijfelde ik. Want er is maar één manier om landschapsfotografie te beleven. Go out and do it. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag volgende week weer bij een nieuwe video. Au.